Annemarie, Sabine en Lonneke verzamelen slaapzakken voor vluchtelingen op Lesbos. Op het Griekse eiland staan grote vluchtelingenkampen waar mensen regelmatig op straat moeten slapen. De stichting Because We Carry zet daarom een landelijke actie op waar de Haarnse vrouwen aan meedoen. Dus zit de kofferbak nu vol met slaapzakken. Dit zijn er denk ik 35, maar we moeten in totaal 1300 inzamelen. Ja. Dus we zijn druk bezig. Dat wordt verzameld bij Paradigm in de stad. En dan hopelijk voor donderdag gaat dat allemaal richting Amsterdam. En dan maandag met het vliegtuig direct naar Lesbos. Let's go. Moeten we je ergens mee helpen? Nou, dat gaat wel lukken hoor. Dit is nog niet zoveel, dus dat komt goed. De vriendinnen waren vorig jaar op Lesbos en zetten toen ook een actie op. Daardoor werden 54 pallets vol jassen en dekens naar Griekenland gestuurd. Ook nu krijgt de actie veel steun. Even kijken, vrijdagavond hebben we de boel online gezet. Dus zaterdag, zondag, dit is eigenlijk van het weekend. En er is iemand die heeft voor 2000 euro nieuwe slaapzakken gekocht en gebracht. En er zijn nog verschillende mensen onderweg. Dus eigenlijk van alle kanten komt er nu wat. Als je zelf geen slaapzak hebt, kan je via een betaalverzoek ook doneren aan de actie. Wat we doen is, we wachten even af hoeveel slaapzakken we binnenkrijgen. En zoals Sabine aangaf, we willen er 1300 of mogen we er eigenlijk maximaal aanleveren. Dus ik verwacht dat we dan zo dinsdag of woensdagochtend weten van, nou hebben we voldoende. En zo niet, dan kunnen we ze inkopen. Dus we hebben nu wat contact gelegd met grote bedrijven die echt een goede thermoslaapzakken hebben. En die zouden we dan ook snel kunnen krijgen. Op Instagram kan je volgen waar de slaapzakken heen gaan. Dan weet je precies wat er met jouw donatie gebeurt. De vraag is niet alleen bij ons, maar bij de rest van Nederland ook soms. Hè, waar gaat het dan heen en waar blijft dat dan? We zijn vorig jaar opgestapt en gaan kijken waar gaat dat heen en hoe zit dat dan? We hebben gezien wat hier ingepakt wordt, wordt daar uitgepakt. En het komt gewoon rechtstreeks bij die mensen terecht. Uiteindelijk worden er door inzamelacties door het hele land ongeveer 18.000 slaapzakken naar Lesbos gestuurd. En dat is hard nodig. Nou, nu is het natuurlijk weer opnieuw opgeleid en heel actueel. Alles is afgebrand. Mensen hebben werkelijk niets meer. Het zijn mensen als jij en ik liggen op straat. Nou, wat wij kunnen doen is in ieder geval het simpele deken regelen. Dat je het in ieder geval niet koud hebt. Dus 3 dagen, 4 dagen, alles in het teken van de slaapzakken. Ja, even werken, parkeren, want het kost heel veel tijd. Nou, weet je, tijd maken we. Dus gaan we doen.